Ja, en iedere donderdag brengt Wim Kremers het cultuur in zijn leven. En vandaag gaan we het hebben over het eenacterfestival Brokstukken 5. Zo zeg ik het goed. Helemaal goed. Helemaal goed. Meneer Mannix Mulder, hier aan mijn linkerkant, provinciaal consulent toneel. En mevrouw Gerda Schatorier, toneelspeelster. Welkom, gasten van Wim. Wim Kremers, die zit er ook bij. Ja, en ik ben heel blij dat ze hier zijn, want het gaat eigenlijk hartstikke goed met het amateurtoneel in Limburg. Het is een beetje op de achtergrond zo aan het verdwijnen, denken men, maar het gaat echt heel goed. En zondag gaat het weer zich manifesteren in de Schouwburg in Zittert. En dat is een productie, zal ik maar zeggen, van het LFA, de Limburgse Federatie van Amateurtoneel, en de Schouwburg in Zittert. Dus niet Zittert klein, maar de Schouwburg ligt gewoon in Zittert. Maar dat geldt terzijde. Maar niks. Ik moet even overgaan naar Nederlands, dan begrijp jij het ook. Ja, ik begrijp het ook, het dialect, joh. Sommige mensen begrijpen nog niet wat het LFA, het Limburgse Federatie Amateur Toneel, nou precies is en wat het doet. Ja, het zijn heel veel woorden. Eigenlijk is de LFA, de Limburgse Federatie, in het leven geroepen om al die amateurtoneelverenigingen, en dat zijn er in Limburg ongeveer 140, 150, te helpen op elke manier dat mogelijk is. Dus dan moet je denken aan trainingen, speltrainingen, maar op techniek, op griem. Op allerlei manieren proberen we zoveel mogelijk voor die mensen te doen in wat zij nodig hebben. Dan ben jij toneelconsulent voor de hele provincie? Ik zou zeggen adviseur, want consulent, ja, daar kom je ik bij. Ik vind het zo lekker klinken. Jij vindt het lekker, ik vind het een beetje een raar woord. Dan ben jij toneelconsulent voor heel Limburg. Nee, wat jij wil. Wat houdt dat precies in? Dat ik advies geef aan eigenlijk de clubs. Dus ik kom bij repetities, ik kom bij een heleboel verschillende verenigingen. Dat kan gaan over wat spelen we, welk stuk willen we. En maar ook over hoe kunnen we nou meer plezier uit dat spel halen. In plaats van alleen je teksten zeggen en dat het spannend wordt. Dat plezier, Gerda, want met dit kennen we gewoon weer platproten. Goddank. Gerda, doe best toneelspeelster. Is dat nog, ja, moet ik even moderne taalgebruik gebruiken, is dat nog sexy 2013 om bij een toneelvereniging te zinnen? Nou, sexy zou ik het niet per se willen noemen, maar het is wel nog altijd uitdagend en heel erg leuk, ook al speel ik al 30 jaar, is het toch nog altijd interessant om met nieuwe dingen bezig te zijn. Wat zijn die nieuwe dingen dan? Want dat horen we eigenlijk veel te weinig. Nou, ik heb samen met Anne Philipsen de Sirene opgericht. En we zien twee vrouwen die zelf toneel schrijven, of zelf regisseren, of regisseurs erbij zoeken, spulplekken zoeken. Maar de Sirene, we maken zelf reclame. Ja, dat Sirene, dat waren vroeger dat eigenlijk fixen van vrouwen die mannen op schepen op de rotsen lokken. Dat kan toch niet de bedoeling zijn voor de Limburgse man, wat je vrouwen hebt? Nou, we willen niet alleen voor mannen spelen, ook voor vrouwen natuurlijk. En het is uiteraard de bedoeling, we hebben ons niet voor niks de Sirene genoemd, om mensen te lokken. Kom alsjeblieft naar ons kijken, want we hebben wat te vertellen, we willen ook geer wat laten zien. Ja, dat lokken, dat moeten jullie ook doen, want zondag aanstaande, Schouwburg zit dat, het eenacterfestival. Maar als je zult niets geloven, maar er zijn misschien nog kijkers bij die niet weten wat een eenacter is. Nee, ik geloof dat direct. Een eenacter is eigenlijk een kort toneelstuk. Vroeger heb je langere toneelstukken die bestaan uit 3 tot 4 of sommige zelfs al 5 actes. En dan zit je ook de hele avond daar. Een eenacter wil eigenlijk niet meer zeggen dat het stuk uit één acte bestaat. Dus dat er ook geen enkele pauze is. En we hebben bij Limburgse Brokstukken ook nog eigenlijk de voorwaarden gesteld om dat in 30 minuten te doen. Want er zijn ook eenacters die duren zelfs 1,5 uur. En dan lukt het niet om zoveel mogelijk groepen eigenlijk een plek te geven. Dus het zijn eenacters van 1,5 uur maximaal. Gerda, hoe zit ze in zo'n eenacter? Mm-hmm. Wat gij ze doen zondag dat precies? We noemen het de Rooie Wienvlek. Het wordt in het dialect gespeeld. Geschreven door Anne Philipsen en geredigeerd door mij. En ja, het is een grappig stuk. Het is voornamelijk geschreven... Is er een alcoholprobleem, de Wienvlek? Of? Nee, het zijn twee dames die ontmoeten elkaar op het kerkhof. Daar gaan we dus naartoe om door te picknicken. En om te praten over aardse zaken. Maar ook over onaardse zaken. En het aardse waar we het over hebben, dat is die Rooie Wienvlek. Die uiteindelijk dan de hoofdrol gaat spelen. Die in een witte damaste servet komt te zetten. Heb zich vorig jaar ook nog die monoloog gedaan? Hè? Ja. Dat was niet in het dialect, dat was in het Nederlands. Ja. Dan, hè? Even een proef op de somma. Weet sticht nog, denk ik, hoe die monoloog zo sticht dat aandurven om dan een heel kleine scène, ik weet wat ik tegen een beetje verblokt stel, hier op camera te doen? Ik heb de hele dag in bed gelegen. Niet omdat ik ziek was. Oh nee, ik voelde me prima. Ik lag daar in de armen van een man. In een hotelkamer. Ja, ik
getrouwd en moeder van 2 volwassen kinderen. Kijk, dat zijn nog eens bekentenissen hier van tv, hoe je zo'n hebben. Marix, even geheel terzijde. Gelukkig nog de wedstrijd in dat één-acteur-festival. Ja. Hebben jullie nog een één-acteur-wedstrijd, heb ik begrepen? Nee, geen één-acteur-wedstrijd, het is een monoloog-wedstrijd. En een monoloog, zal ik meteen dan vertellen wat dat is. Dat is, bijna alle scènes bestaan uit een gesprek. Dus ik zeg iets tegen jou en jij zegt iets terug. Monologen zijn eigenlijk scènes waar maar één persoon in speelt. Oh, okay. Dus het is één tekst van één persoon. En daar hebben we een klein wedstrijdelement in. Er zijn toevallig dit keer 7 jonge mensen, tussen de 12 en de 20 allemaal. En die spelen een monoloog. Nou, toevallig een stukje hoorde je net van deze monoloog, die heeft vorig jaar gewonnen. Er waren weer hele andere mensen die zich daarvoor inschrijven. En dat zijn korte stukken tekst en die worden door het publiek gejureerd. Dus die krijgen een stemformuliertje waar ze op mogen zetten. Wie ze het beste vonden. Dus hoe meer fans je meeneemt, hoe groter de kans is om te winnen. Eén ding wat ik nog wel even wil vragen is, je zegt mensen kunnen stemmen, mensen meenemen. Je wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen naar het theater trekken. En dat begrijp ik ook wel. Maar ik was bij jullie op de site kijken even. En daar zie je bijvoorbeeld van al die monologen en al die en brokstukken, alle eerdere edities. Je ziet eigenlijk niks staan. Nee. Op YouTube staat niks. Is dat niet eigenlijk iets waar jullie veel meer mee bezig zouden moeten zijn om dat te verspreiden? Ja, je kan wel zeggen, jullie moeten daarmee bezig zijn. Ik vind eigenlijk dat iedere groep zelf, we zijn dat nu aan het doen, we maken nu ook een YouTube-kanaal op onze site, maar dat is eigenlijk pas sinds een half jaar dat we daarmee bezig zijn, om veel meer filmpjes te krijgen, ook van repetities, van gekke dingen die gebeuren. Dat ligt voor een groot deel bij de groepen, maar je vindt namelijk als je een groep intoetst of een vereniging, dan vind je ook bijna geen informatie. Ik denk dat pas sinds kort de helft van die verenigingen een eigen site hebben. Dus ja, het zijn toch... Toneel speelt zich ook vaak binnen de muren af en dat is vaak ook spannend. Dus mensen zijn niet... Behalve... Maar dat is wel veel winst te halen nogmaals. Zeker, zeker. Zeker als je de jeugd erbij wil blijven betrekken, toch? Ja, maar ja, ik denk dat dat voor volwassenen eerlijk gezegd net zo hetzelfde is. Het gaat ook maar, moet ik op naar die site en klikken en moet ik dat leuk vinden als jeugd zijnde. Maar het is wel iets waar we echt iets mee willen doen. Ja. Maar bijvoorbeeld nu, dit is het moment, promotie. Zondag, hoe laat? Waar? Zondag tussen 3, tussen 3 en 7 hebben we een ontzettend gekleurd programma. Waar ik geloof dat er 10 één-acteurs gespeeld worden. 9 monologen, want er worden nog. Een monoloog kan ook een één-acteur zijn. Bijvoorbeeld Max de Bruin, dat is iemand die al heel lang in het Limburgse speelt. Speelt een gedeelte uit zijn voorstelling Pommel, wat hij al eens eerder heeft gedaan. En we hebben ook een gasten uit Brabant, die speelt ook een monoloog. Die is dan langer, dus dat wordt eigenlijk meer een één-acteur. En verder zijn er comedies te zien, dramatische stukken. Eigenlijk een heel gevarieerd beeld. Ook van verschillende groepen uit de hele provincie. Dus uit Weert komen ze. Trikkeltrak, het is een groep uit Heerlen. Dus er zijn van allerlei kleuren en smaken te zien. Dus we hopen dat het slecht weer wordt. Precies. En mensen denken, wat gaan we doen? Precies, Tony ook kijken. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio en voor jullie uitleg. Ja. En Durf. Wim, die graag bedankt. Gerrit, tot volgende week weer. Tot volgende week.